Ja, ik zei het al, de NAVO en de samenleving als geheel moeten zich serieus voorbereiden op oorlog. Je hoort het goed. Aldus de Nederlandse NAVO-admiraal Rob Bauer afgelopen woensdag in Brussel. The tectonic plates of power are shifting. And as a result, we face the most dangerous world in decades. In order to strengthen our collective defense and at the same time support Ukraine in its existential fight, we need a whole of society approach. We need a war-fighting transformation of NATO. That will be the main focus of today's session led by the Supreme Allied Commander transformation. Ukraine will have our support for every day that is to come, because the outcome of this war will determine the fate of the world. Ja, alarmisme van admiraal Rob Bauer. Hij spreekt mooi Nederlands, maar het is... ik bedoel, hij spreekt mooi Engels, maar het is een Nederlander, hè, voor de goede orde. Hè? Klopt. Dit is de hoogste militair in de NAVO, maar het is een Nederlander. En hij waarschuwt voor de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. En als we die niet winnen, wat dat dan betekent voor het Westen. En hij heeft in deze speech ook de aandacht verlegd of de doelpalen verlegd. Want eerder was het eigenlijk een territoriaal conflict, zou je kunnen zeggen. Hè. Rusland is binnengevallen, daar werd wat tegenover gezet. Hè. De westerse wereld die zei van nou, foei, mag je niet doen, je moet terug. Maar nu gaat het in één keer over wat anders. Want hij zei in deze speech van woensdag, zei hij van nee, het gaat hier om het grootste gevaar dat Rusland aan de andere kant van de grens ziet. En dat is namelijk democratie. Als Rusland ergens bang voor zou zijn, zou het democratie zijn. Nou, dat is natuurlijk heel dubbel, want iedereen weet dat er in Oekraïne in 2014 een coup heeft plaatsgevonden. De Maidan-coup. Waar baseert hij trouwens deze standpunten op? Hebben wij Poetin dit horen zeggen ergens? Dat is dus heel interessant. Poetin heeft dit natuurlijk nooit gezegd. En dat zal hij natuurlijk ook niet zeggen, want het klinkt heel raar. Hè? Van ik ben bang voor democratie. Ik denk dat als je naar onze referenda-uitslagen in Nederland bijvoorbeeld kijkt, denk ik dat het meer andersom is dat wij hier heel bang zijn voor democratie. Maar goed, om even terug te komen op Rob Bauer. Hij schetst dus echt een scenario waarin de maatschappij zich moet voorbereiden op oorlog. Hij heeft het ook gehad over dat we allemaal een zaklamp thuis moeten hebben, batterijen. We moeten 36 uur moeten we... De maatschappij, dat bedoelt hij ook wij, ja, de Nederlanders. Ja, zeker. Ja. Het gaat niet meer alleen om het... We moeten proviant inslaan. Ja. Blikken, ja, met bonen. Het is echt oorlogsalarmisme wat deze man verkondigt. En ja... Ik denk dat als we niet oppassen, als we niet snel wakker worden, dat we echt gewoon slaapwandelend de Derde Wereldoorlog ingaan door dit soort mensen. En ja, dan zit er een heel rare Nederland... Dan krijgt hij uiteindelijk wel gelijk, alleen je zegt, hij is hiermee aan het oorlog hitsen. Ja, hij pleit al langer voor een oorlogsindustrie. In Europa moeten we munitie gaan maken, we moeten de economie inrichten, zodat we voorbereid zijn op oorlog. En ik denk dat je daarmee ook het scenario zeer waarschijnlijk maakt, of steeds waarschijnlijker maakt. Omdat je, als je erop gaat voorsorteren, als je een defensieindustrie optuigt, dan op een gegeven moment dan ontstaat er een winstoogmerk. En dan zul je ook wel daadwerkelijk die kant op bewegen. Je zou bijna denken, deze NAVO-admiraal heeft zijn hele leven zijn best gedaan om ooit eens een keertje oorlog te mogen voeren. Nu heeft hij eindelijk zijn kans en nu baalt hij dat het misschien niet doorgaat. Ja, ik zit even te denken van, ja, dat kan. Hoe kan het dat deze mensen niet bezig zijn met vrede? Nou, misschien is het wel dezelfde bubbel als die mensen in Davos. En deze man die is natuurlijk een generaal, van luitenant-admiraal, moet ik zeggen. Al heel lang bezig met oorlog, met het grote rode gevaar aan de zijkant. En ja, het is wat ik zei over die Nederlanders. We hebben Ollongren al eens gehad. Hè. Die zei niet al te lang geleden dat deze oorlog in Oekraïne een hele effectieve manier is om Rusland dusdanig te verzwakken dat ze de NAVO niet zullen aanvallen. Rutte heeft al eens gezegd van dit is onze oorlog. Dus al die Nederlanders die zitten eigenlijk vooral op het oorlogstrommel te slaan. Van nee, we moeten vooral wel oorlog voeren, want het is gunstig voor de NAVO. Ja, maar ik vind het zo fascinerend dat deze man dan eigenlijk zegt, hè, Rusland ziet eigenlijk de democratie aan de andere kant van de grens als een dreiging voor Rusland. Ik heb Poetin dat nergens horen zeggen. Ik heb ook Rutte in het verleden alles horen zeggen dat Poetin expansiedrift heeft en eigenlijk weer een soort grote Sovjet-Unie-rijk wil herwinnen. Hebben we Poetin ook nergens horen zeggen. Dus er worden steeds dingen gezegd die pertinent niet bewezen kunnen worden. Maar dit is wel wat er bij mensen thuis leeft, via de media. Ja, en gek genoeg hebben we dus de Russische kanalen zoals RT, die zijn afgesloten door de EU. Ja. Volstrekt antidemocratisch. Hè? Dus en ik hoorde iemand bij het WEF zeggen... In het kader van Rebuilding Trust. Ja, maar en ook er gaan er geen journalisten heen, want het is te gevaarlijk in Rusland. Dus hoe ze dan aan hun nieuws komen. Dus, ja.
Ja, maar dit soort angstvoederijen, want het is wederom, we hebben de pandemie natuurlijk gehad, of tenminste zo werd het genoemd, waar mensen in de angst werden gejaagd, nu weer dit soort dreigingen, dat we eigenlijk ons moeten voorbereiden op een oorlog op ons grondgebied. Ik ken een hoop mensen die angstig zijn aangelegd, maar wat doet dit met mensen als ze dit horen? Het zorgt ervoor dat ze makkelijk instemmen met de beslissingen, want het is gevaarlijk, dus we moeten iets doen. Maar in mijn beleving, het vernauwde blik. Dus ze zeggen eerder ja en ze volgen een leider. Ja. David, ik heb begrepen dat er ook op dit moment naast wapens en manschappen die worden geleverd, dat er ook vrouwen aan het front worden gecharterd. Dat is interessant. Want wat je zegt over wapens klopt. Manschappen eigenlijk officieel niet. Hè? Dus wapens leveren we aan Oekraïne. Alleen zij moeten zelf die oorlog vechten. Nou, inmiddels zijn er ongeveer 500.000 mensen daar gesneuveld. Een 500.000. Ja, met de manschappen bedoel ik de mensen die het materieel voorbereiden. Ja. Zoals de tanks. Ja, maar de manschappen, de Oekraïnse manschappen, letterlijk de mannen, die raken op. En nu zie je dat in Oekraïne aan vrouwen de gelegenheid wordt geboden om zelf zich te melden om aan het front te vechten. En die beelden die zie je dan van DW Nieuws. En dit zijn gewoon vrouwen van mijn leeftijd die dan eigenlijk onze oorlog, zoals Rutte het noemt, daar moeten vechten. Dus dat geeft ook de situatie aan van hoe schrijnend het is. En het allemaal mooie praatjes, die legerleiding met die strepen op hun schouder. Maar ze vechten zelf de oorlog niet. En zo'n Ollongren die zegt, het is een hele mooie manier om Rusland te verzwakken, die vecht ook die oorlog niet. En het zijn ook niet haar zoons of dochters die naar het front gaan. Dat zijn allemaal Oekraïners. En wie verzwakt het offer moeten brengen. Ja. Waarbij de mannen dus schijnbaar op lijken te raken. De vrouwen nu naar het front moeten. Een 500.000 mensen overleden zijn. En het stopt maar niet. En die oorlogsretoriek die gaat maar door. Maar ik had het net over de Derde Wereldoorlog. Op deze manier, als straks alle manschappen daarop zijn en ook de vrouwen uitgestreden zijn omdat ze er misschien niet meer zijn. Nou ja, dan hoef je niet heel ver vooruit te denken om je voor te stellen wat er daarna gebeurt. Ja, is er op dit moment ook al actieve NAVO-inmengingen? Of is de NAVO nog op de achtergrond in deze oorlog? Nou ja, hoe kun je zeggen dat we op de achtergrond zitten? Officieel is het geen NAVO-land. Maar ja, als je kijkt op de achtergrond, dan zie je Rob Bauer staan. Je ziet de NAVO-vlag en je ziet daarnaast de Oekraïnse vlag. Tijdens zijn speech heeft hij het ook over dat. En Stoltenberg trouwens ook. Die zegt van Oekraïne hoort gewoon bij de NAVO-familie. Dus in alles horen ze er al bij, alleen officieel nog niet volgens het formuliertje. En ze doen dus nu alsof het Westen in gevaar is. Hè? Dus de westerse democratie in gevaar is. En dan wordt er ook nog betoogd dat als Rusland wint in de Oekraïne, ze niet stoppen bij Oekraïne. Ja, en de volgende maand is dus de grootste NAVO-oefening aan de Russische grens. Ja. Dat kan toch gaan leiden tot een escalatie als Poetin dit ervaart als een provocatie? Of was dit al lang geleden gepland en is het louter toeval? Nee, sterker nog, de NAVO heeft eigenlijk een soort van double down gedaan op deze oefening. Het was eerst 40.000 man die erin gezet zouden worden langs de grens met Rusland. Maar ze zijn van 40.000 man naar 90.000 gegaan. En daarmee is welke grenslijnen is dat dan? Finland, Zweden? Duitsland, Noorwegen, de Baltische Staten, Roemenië. En dan moet je je dus voorstellen dat daar bijna 100.000 man naartoe gaan. In 1988 was het de laatste keer dat ze zo'n grote oefening hielden. Toen was het 125.000 man. Maar toen was het de Koude Oorlog. Hè. Toen was de Berlijnse muur er nog. En nu hebben we dus bijna net zoveel man die we komende maand naar de grens met Rusland sturen om een nabije tegenstander weerstand te bieden. Nou, iedereen weet wie die nabije tegenstander moet zijn. Maar goed, als je Poetin zelf vraagt, heeft hij daarop gereageerd, op deze oefening? Want Nou ja, hij heeft op dit geheel heeft hij gereageerd natuurlijk. Wij kunnen het alleen niet zien omdat het allemaal gecensureerd wordt. Maar hij zegt van ja, wat heb ik te zoeken buiten Oekraïne? Ik heb daar niks te zoeken. Waarom zou ik dat doen? En in feite, ik heb het hier al eens eerder gebracht, heeft hij ook gelijk. Als het om grondstoffen gaat die daar in Oekraïne liggen, die heeft hij al in de Donbass. Die hebben wij nodig voor de Green Deal, maar hij niet. Hij heeft ze al. Dus hij heeft wat dat betreft geen extra reden om verder deze kant op te drukken. En ja, in dat opzicht is het echt oorlogsalarmisme dat aan deze kant plaatsvindt en onze troepen die kant op reiken. Ja. En ja, hoe verstandig is dat nu? Provocatie. Ja, maar kijk, een provocatie kan ook leiden tot een oorlog. Hè? Wat er is gebeurd tussen Oekraïne en Rusland, daar zit ook een hele voorgeschiedenis aan. Alvorens Rusland op een gegeven moment in actie is gekomen. Stel nou dat al deze poppenkast die nu wordt opgezet met bijvoorbeeld deze oefeningen aan de grens en alle spanningen en nog meer materieel die kant toch uiteindelijk leidt tot een oorlog op Europees grondgebied, dan krijgt deze generaal linksom of rechtsom toch gelijk.
Dus moeten wij zijn advies om eigenlijk ons voor te bereiden op een oorlog serieus nemen? Nou, ja. Of het nou om legitieme redenen gebeurt of niet. Kijk, die discussie kun je voeren inderdaad. Maar ze zeggen wel eens van, when everything else fails, they take you to war. Ik denk dat dat inderdaad plaats kan vinden. Dankjewel, David Boerstra.